Zo, alweer een tijdje geleden. Daar gaan we weer. Krijg nou een markante oud Ermeloer die DVS weer heeft gevonden. En ja, dat lijkt me toch wel heel interessant hoor. Dat is een man die heeft volgens mij heel veel gereisd en zo heeft heel veel te vertellen. Zodra sommigen van jullie hem gaan zien, zeg je, oh, dat is Klaas. Klaas Huisman. Ja, ja. En daar staat hij klaar. Op het parkeerterrein van DVS. Zo. Klaas. Goedemiddag. Yes. Hallo. Hi. Ah. Kijk eens, Klaas. Wat een eer. Welkom, welkom, jongen. Man. Zo'n ding is ook verplicht tegenwoordig, hè? Ja. Zo, Klaas. Zo, jongen. DVS, weer gevonden. Tuurlijk. Hè? Of course. Een paar jaar geleden ontdekte je DVS weer, of niet? Een jaar of 4, 5 geleden. Dat kwam doordat ik eigenlijk niet meer echt kon sporten. Meestal fietste ik toen nog op zaterdag. En dat wou allemaal niet meer. Nee. En toen dacht ik, ja, dan weet je wat, ik heb met altijd voor DVS geweest, wel. Voor twee clubs geweest, DVS en Feyenoord. DVS en Feyenoord? Ja, dat zijn we twee clubs. Ja, dat is een vreemde combinatie. Nou, de meeste zijn voor DVS en Ajax, ik wel tenminste. Ja. Nee, maar goed, ik kijk er anders tegenaan. Ja. Maar ik ben hier opgegroeid in Ermelo. En, je bent hier ook geboren? Mijn familie is van mijn vaders kant, moeders kant, terug te brengen tot eind, begin 1800, allemaal in Ermelo. Zo. Mijn vader dan het speelt. Ja. En mijn moeder hier bij de Horstenweg. Bij de Horstenweg. Die boerderij, de sociëteit. Daar gaan we zo nog even langs natuurlijk. Ja, even de Horstenbuurt. Want volgende week hebben we een reunie van de buurt. Om de 5 jaar, die er allemaal zijn opgegroeid. Ja. Prachtbuurt waar ik opgegroeid ben. Leuk. Ja. Leuk. Je hebt mooie herinneringen aan Ermelo. Tot wanneer? Tot je ging studeren of zo? Ja, ik ben met mijn 18e. Ja, dat was toen. Ik heb hier op de Mulo gezeten. Een beetje eerst puber geweest. Een beetje brutaal rotaap geweest. Ja. 2 keer van school afgestuurd. Ik zie me nog bij meneer Koetsier komen of ik alsjeblieft terug moet komen. Dus, en toen ben ik met mijn 15e gaan judoën. Ja. En ik had, laten we zeggen, toch een beetje minderwaardigheidsgevoel. Zo. Ja. Een beetje een boerenlulletje. En toen bleek het leuk te kunnen judoën. Was dat je eigen keuze? Ik heb even gevoetbald bij die jeugd, bij DVS, toen bij Hamstra nog. Ja? En toen met wie onder andere? Jan Doijwaard, Henk Gorsman. Ja, ja. Jan Tempel, Jaap Tempel, Hibo Bakker, Jo Bakker. Wim van Leeuwen. Wim van Leeuwen, ja. Die allemaal van mijn leeftijdsgroep. Ja. Maar ik mocht mee voetballen, maar ik was niet echt een voetballer. Nee. Dus toen heb ik een hok met kuikens opgefokt. Ja. 9 weken naar huis geslacht rijp en daar heb ik 100 gulden mee verdiend. En met die 100 gulden zeg ik tegen mijn moeder, ik ga judo. En dan kon ik een judopak verkopen en een jaar les. Dus ik kwam judo toen ik 15 was. En dat bleek ik wel leuk te kunnen. En bij wie? Bij wie? Bij Iedema. Iedema, ja. Begon toen net de sportschool. Ja. Net in Harderwijk. En toen ik werd al gauw kampioen van Harderwijk en toen kampioen Midden-Nederland, nog een keer en toen werd ik Nederlands kampioen. En toen zat ik met 18 jaar in de kernploeg. Ik was echt een aankomend talent. Jeetje! Maar er was nog wel één beter, dat was Peter Snijders. Peter Snijders is echt een waanzinnig goede judo geweest. Ja. Toen heb ik een paar jaar, ik ging dus met 18 naar het Sios. Ja. En dat was toen een soort Papendal. Overveen was dat toen, ja, hè? Sios Overveen. Ja. En ja. Voordat je, als je op Sios wilde, dan moest je een test doen. Er waren 300 gegaderden en er kwamen 60 jongens op. Ja. Het waren allemaal sportjongens. Ja. En ik ben toen naar het Sios gegaan. En
2 jaar daar prachtige tijd gehad. Ik was ook 64, die hele voorbereiding voor de Olympische Spelen met de judoploeg meegemaakt. Dus alleen maar judo en sporten en prachtig. Ja. Wie zaten er toen in de judoploeg? Nou, Joop Gouwenleeuw. Ja. Ging voor het zwaargewicht toen naar de Olympische Spelen. Janne Peter Snijders voor het middengewicht en Geesink voor het zwaargewicht. Ja. En Roeska was er net bijgekomen, december 63. En, maar Joop... je hebt nog wel wat gestoeid met Geesink, ja, of niet? Met Anton Geesink, de grote. Iedere 3 keer in de week, in ieder geval per training, altijd wel 10 minuten. En dan moest je 10 minuten tegen hem... Je moest je kapot vechten, als je niks deed, kreeg je pak je laser natuurlijk. Dus en dan moest je altijd een linkse schouderworp bij hem in proberen te zetten. Ja. Want hij was bang voor Inokuma. En die is Olympisch kampioen zwaargewicht geworden. Hij kwam tegen Kaminage. Ja. Maar daar was hij benauwd voor. En ja. Ik heb een hele mooie foto pas nog gezien van de Kaminage dat ook bij hem inzet. Dan zie je gewoon dat hij er op zijn rug hangt, Geesink, dat het een heel gevaarlijk moment is. Ja. Maar dan moesten wij dus daar... tegen dat grote lijf je 10 minuten helemaal kapot vechten. En dan zei hij, Klaas, nog een 30 minuten. En je staat een 30 punt voor. En dan gaf hij je nog een hijs. Ja, dan kwam hij met die 130 kilo, dan kwam hij nog bovenop je ook. Dat was dus net even wat te veel. Ja. Maar dat was echt Joop Gouwenleeuw was mijn Sirius-maatje. Ja. Dus we hebben toen dat jaar als beesten getraind. Dat is mooi. Ja. Nou goed, en, toen op het SIOS bleek dat ik heel veel interesse had in anatomie, fysiologie, trainingsleer. Ja. Ja, en dan beland je natuurlijk al heel gauw in de weekend richting van... voor geilgymnasten. Fysio, ja. Op snijzaal, en daar konden SIOS mensen ook in. Daar ben ik erheen gegaan met Nico van Miltenburg samen. Ja. Nico is nog trainer geweest bij DVS, trouw trainer bij Spakenburg. Ja. SIOS maak je wel. Maar die zegt, dat doe ik niet. Ik had al gezien, ik ga door als vieze, dat was eigenlijk maar een leuke studie, ja, van een zieke massage. Dus toen ben ik eerst in dienst gegaan. Ja, toen ging ik studeren in Nijmegen eerst. Studie fysiotherapie gedaan. En toen bleek ik eigenlijk goed te kunnen leren, terwijl ik dus op de MULO er eerst niks van bakte. Ja. Toen fysiotherapeut geworden. Ja, en... bij Strikwel op de opleiding, toen kreeg ik voor het eindexamen kreeg ik al een prachtige baan aangeboden. Ik kwam Strikwel, die zei ook tijdens de lessen van, hey Huisman, kom eens hier. Ik heb een leuke job voor je. De NSF die zoekt een fysiotherapeut. Oh. En dat lijkt me wat voor jou. Dan kon je mooi die combinatie sport en therapie. Ik kreeg een brief van de NSF of ik wilde solliciteren. En ik werd de eerste fulltime fysiotherapeut in de sport. Hartstikke idee. Want ja, toen Salem Muller werkte bij Ajax en voor mij was nog een jongen naar FC Twente gegaan, maar daar waren allemaal part-timers. Maar ik kwam daar gewoon als fulltime. Ja. En dat heb ik een paar jaar heel leuk gedaan. De opleiding sportfysiotherapie opgericht. Nog 2 fysiotherapeuten. Omdat ik bij de NSF werkte, ja. Kon je. Zei ik van, goh, ik volgde als toehoorde de opleiding voor sport, de sportartsenopleiding was nu ook een jaar, 15 weekenden of zo, hè, ja. Was een cursus. Toen zei ik van, nou, er moet ook iets voor fysiotherapeuten komen. Toen zei ik, nou Klaas, maak maar een cursus. Dus ik ben toen naar 2 collega's gegaan, Koen van Stralen en Wim Berens. Wim Berens was al in 68 als fysiotherapeut naar de Olympische Spelen geweest. Ik zeg, we moeten een cursus in elkaar draaien. Voor fysiotherapeut, nou hebben we gedaan. En toen heeft de NSF de eerste cursus sportfysiotherapie uitgevoerd. Wij hadden programma gemaakt. Ja. En zo is die cursus gaan draaien. De NSF heeft die cursus een jaar of 10 gedaan. En toen is het overgegaan als volledige cursus bij de academies. En nu is de specialisatiecursus helemaal geworden. Leuk hoor. Dat is leuk. Dus daar. Nou, en toen van die heb ik een paar jaar in de. Alleen maar in de sport gezeten, bij de judebond als assistent bondscoach een jaar bij Boersma. In de technische commissie toen Wim Roeska trainer was. Ja. Met een strik we daar een paar jaar in de begeleiding van het team. En zo heb ik ook, dus dat was in de judebond. En bij de hockeybond ben ik 5 jaar fysiotherapeut geworden, bij het herenteam, met namensteam. Ja. Met de heren toen Europees kampioen geweest en met het
dames. Noem nog eens wat namen van toen. Nou, André Bolhuis. Dus ja, Bolhuis. Ja, tuurlijk. Kijk, en Paul Lietjes en Nieuw Spits, ja. En Hans Spits. Ja. Die, mooi. Nou, daar heb ik nu nog. Dus als de teams die toen kampioen werden, dus, dan kijk je ook bij het voetballen terug. Dat ja. Zijn bepaalde teams. Ja. Je hebt bepaalde mensen die zo'n team ja, maken. Ja. Diversiteit, maar goed, dat komt misschien al op. Nou goed, toen fysiotherapie, dat vond ik, ja, heb ik in de sport gedaan, dat was hartstikke mooi. En ik, bij de tennisbond heb ik toen tennisleraaropleiding lesgegeven, ja. Inspanningsvisie, trainingsleren. Nou, en toen ben ik op een gegeven moment de sport uitgegaan. Ik denk, nou, ik ben in 75. Ben ik manuele therapie gaan doen, ja. Die studie, daar kon ik eigenlijk verder niks bij doen, dat moest echt... Was dat toen al manuele therapie? Oh, ja, nee. Dat was ook daar zat ik bij de ja, begin. Was dat ook, ja, echt het begin, hè? Want het was... Toen wel redelijk goed. Ik ben 75 begonnen, ja, ja. De manuele therapie heeft de fysiotherapie een enorme lift gegeven, ja. Inhoudelijk gezien. Ja, precies, ja. En toen ik kwam op die opleiding en door 4 jaar opleiding. Maar het laatste jaar stond ik ook de les te geven, de eerste jaar. Dus ik was echt lesgever. Ja. Goed. En toen ben ik helemaal in de manuele therapie doorgegaan. Ja. Dat vond ik zo mooi. Hey, de tussendoor, heb je ook nog andere sporten gedaan, of niet? Schaatsen, volgens mij? Ik ben toen, omdat ik zo... ik had, door de judo had ik een waanzinnige conditie. Ik was echt ja. Conditioneel niet kapot te krijgen. En dat, ja. Nou, ik kon goed met zwaargewichten judo. Want in, niet dat ik met de wedstrijd van ze zou kunnen winnen. In de training maakte ze kapot, ja. Ja. In de zin van, dat vonden ze wel fijn, want dan hoefden hun niet aan te vallen. Ik viel wel als aan. En dan liepen hun hun eigen te doen. Dus dat, die conditie had ik wel behoorlijk. Ja. Dus toen ben ik gaan fietsen, een beetje wielrennen in 75. Ja. Met mijn broer. Ik fietste daar toen al jaren, toen met Herman fietsen. En toen hebben we de VVV opgericht in 75. Ja. Nou, zouden we nog... Ja, Herman Huisman. Ja, ja toen Herman Huisman. Ja, toen natuurlijk, hebben we ja. De VVV opgericht. Toen zouden Herman en ik met een Belgische club naar Lourdes fietsen. En dat werd vlak voor die tijd afgezegd. En we hadden gewoon getraind ervoor. Ik zeg, ik krijg de kleren met een fietsen. En toen ben ik weer gaan zeilen. Ben ik ja. Was al een beetje aan het zeilen. Ja, maar schaatsen, dat heb je ook... En schaatsen met, heb ik toen niet... Heb je ook nog een Elfstedentocht gedaan, of ik niet? Ik heb 3 keer de Elfstedentocht gedaan. En uit? Drie keer, ja. Uitgereden? De tweede keer, heb ik met Tineke Vos wel echt goed uitgereden. Toen hebben we echt gejaagd. We waren om 10 over 1 binnen. 10 over 1, ja. Derde startgroep. Ja? Ja. Maar dus... Hey, maar, en ja. Ik heb hem een keer op de Weissensee gereden. Ja. Ook had Egbert Vos wel, want Egbert was een beetje... kwam ieder jaar bij mij conditietestje doen. Ja. Nou ja, met Egbert, al die 3 Elfstedentochten heb ik geregeld dat we dus bij een collega in Leeuwarden sliepen. Ja. En toen de Weissensee... Noem nog eens even de jaartallen, 65, of nee, 85, 86, 87. En 97 ook, met 97, Henk Agenent. Ja, maar toen, ja. Heb ik hem, toen kwam ik net terug uit, ik had er met een boot overgezeild. Ja. Naar de Caribiën, daar hadden we daar... daar heerlijk nog gezeild in de, van Canarische eilanden naar Sint Lucia, de zeilwedstrijd. Ja. En daar nog een paar weken ook gezeild. En toen kwam ik terug, net voor oud en nieuw. Toen vroor het al een tijdje. Toen ben ik gauw nog een beetje gaan schaatsen. Nou, toen heb ik op mijn dode akkertje in 97, toen was ik 5 uur binnen. Heb ik hem uitgereden. Ja. Maar toen was ik amper geschaatst. Maar toen dacht ik, oei, dat jaar 85. 86, 85, toen kwam ik uit Oostenrijk. Ja. Was ik met wintersport. Ja. En toen had ik daar in Innsbruck. Hals over kop? Ja, in Innsbruck op maandagavond nog even geschaatst. Dinsdagavond belde mijn moeder Klaas, de Elfstedentocht. Ik zei, nou kom er aan. En ik ben woensdag naar huis gereden. Herman en mijn moeder hebben een kaartje verzorgd. En donderdag ben ik naar Leeuwarden gegaan. Vrijdag de Elfstedentocht gereden, zaterdag terug naar Oostenrijk. Mevrouw en zoon opgehaald. Wat een avontuur! En het is een van de mooiste sportmomenten die ik gekend heb voor mezelf. Die start. Ik stond in de startgroep 1 achter die wedstrijdrijder. Ja. Want ik liep toen al
met Egbert om een uur of half vier al buiten. Ja. Egbert met zijn thermometer. En Klaas, die dooi, god, die dooi, die dooi. Ja, hij zegt als het maar goed gaat. Ja. En nou, omkleden en toen gingen we samen naar die kooi toe. En Egbert mocht in, als wedstrijdrijder in die kooi. Ik stond startgroep 1 erachter. Die ontlading toen. Ja. Fantastisch. Mooi, mooi. Ik heb trouwens in Franeker, daar woonde mijn broer toen, Roel. En toen heb ik daar nog gestaan bij een of ander bruggetje. Ja. Heb ik Egbert nog aangemoedigd. Kom op, Egbert. Ja, en Willem Kamphorst, weet je wel, die kwam ook langs. Bart Hamstra geloof ik ook nog. Ja, Bart en Jan Hamstra, en toen, Bart Jan. Die toen was het echt, toen stond er al zoveel op het water op het ijs. Toen heb ik en ook toen moest nog, ik weet niet hoeveel duizenden mensen eroverheen. Ontzettend. Toen had ik amper getraind. Toen was ik ook om half vijf binnen of zo. Maar je had het al over zeilen, hè? Hoe ben je daar dan weer terechtgekomen? Nou, toen ik dat fietsen eigenlijk toen denk ik, ga lekker zeilen. En dat vond ik al aan zich een leuke sport, maar ik snapte er nog niks van. Ja. Ik dacht dat de wind tegen het zeil aan moest komen, maar dat is niet zo. De wind moet langs het zeil, voordat ik dat in de gaten had. Ja. En toen ben ik echt een autodidact. Nou, ben ik gaan zeilen en dat beter ontwikkeld. En bij mensen aan boord en zo geleerd. Ja. En zo heb ik een 15 jaar lang wedstrijd gezeild. Die woning, moet ik daar rechts of links af? Dan gaan we natuurlijk even langs. Dan maar even hier op de zeeweg. Ja, hier heb je. En dan heb je daar. Ja. Ga maar even rechts. Vosje. Ja, rechts. Even Vosje. Hier hadden we P van Putten, dat die vroeger het café. Ja. P van Putten. Ja. Gingen we, had een biljartje staan. Ja. Ja. Maar toen ben je dus. Even kijken, je haalt me van apropos. Ja. Met de schaatsen, ja. Toen heb ik in de Waaijzee heb ik hem ook nog een keer gereden. Nee, zeilen waren we. Oh ja, zeilen. Ja. Ja, toen had ik een boot, dat was een behoorlijk tourboot, maar wel een beetje een wedstrijdachtig schip. Ja. Kon je mee wedstrijd zeilen. En toen een collega die behoorlijk wedstrijd zeilde, ik zeg, wat moet ik nou doen om het beter? Hij zei, nou, maak eerst die vaste schroef er maar eens af. Ga met linksaf de halve. Ja, hier links? Linksaf. Ja, is goed. En klapschroef erop en nieuwe zeilen. En dat heb ik gedaan en ik werd gelijk 1. En dat is een kwestie van materiaal. Ja. Nou ja, en toen dat eigenlijk. Kijk, dit is de Groene Allee. Hier hebben we. Ja. Daarachter rij maar eens even hier naar rechts. Hier rechts in. Ja. Rechts in, dan zal ik je dat laten zien. Dit is natuurlijk de buurt waar. Dit is een heel. Kijk, achter dat bos heb je het oude voetbalveld, hè? Ja. Dat is de Hamstrahoek eigenlijk. Ja. Even hier stop maar. Ik heb hier wel zomeravondvoetbal gespeeld. Hier had je twee voetbalvelden van Emmaus. Ja. Daar speelden wij altijd. Ja. Als je dus daar. Even. Stop maar even. Ja. Daar heb je een bosje. Ja. Daar speelden wij als kind. Daar heb je in feite de boerderij Polslag, waar ik geboren ben. Ja. En daarnaast had je de sociëteit waar mijn grootvader de Van Dierenmes was. Ja. Dit was een Van Dierenmeshoek. Hier woonde daar nog een Loedeman, Beertoom. Ja. Voor mijn moeder was dat Beertoom. Ja. De Loedemannen woonden dus achter Veldwijk. Dus je had hier een Van Dierenmes, Loedeman en daar de Hamstrahoek. En mijn oma was een Loedeman. Ja, en die was de Hamstra-groep, daarmee bedoel je Geerling en zo. Oude ja, Geerling. Geerling, maar die hebben ook Karel Hamstra, Jan de Schaaf hier mee. Dat was eigenlijk van oudsher de bevolking van dit hoekje. Ja. En toen later dus de inrichting gekomen, zijn die huizen allemaal gekomen. Ja. In het begin 1900, toen die inrichting. Met dat zeilen, dat vond ik magnifiek werk. Ja, ik had een redelijk wedstrijdschip en later een groter nog weer. Dan moest je met 5-6 man zeilen. Ja. Nou, dat was kikker op zee. Dat was als het lukte. Ja.
En dan gewoon ook echt midden op de ocean? Oceaan, ja, richting de Caribbean? Richting, ja, en s'nachts een zeiltje wisselen en spinnakertjes erop. Nou, dat is werk hoor. Potverdorie. Maar dan moet je echt een team hebben. Dat, die, ja. Ik had twee jongens op het voordek. Eén was ook een judoer geweest, een bel van een vent. En Peter, een techneut. Nou ja, die moet al touwtjes goed leggen met een spinhakenboom neerzetten. Op tijd hijsen en ja. Dat moet allemaal afgestemd worden. Dat ik zo nauwkeurig weg kan. Als het een beetje waait, moet het zo geolied lopen, anders gaat het fout. Ja. Nou, dat is kicken als dat goed gaat. Ja, mooi. Dus, mooi. Je woont nu in? Fase. Ik heb, nou, ik ben dus met mijn studie. Ik ben in Fase gaan wonen. Ja. Eerst even in Harderwijk en toen in het Fase. Dorp van Okan-Sojkan. Van? Okan-Sojkan. Okan-Sojkan. Ja. Ben je toen ook bij DVS wezen kijken? Veelvuldig of niet? Nee. Die zaterdagen sport ik, we deden andere dingen. Wat ik wel, dus DVS was altijd mijn club. Waarom? Omdat ik sprak wel mensen zo uit de sportwereld en zei, oh, ik kom in Ermelo, ja, DVS. Oh, DVS, ja, goede club, goed georganiseerde club. Ja. Hoor je altijd. Zelfs van Harry Been, directeur KNVB, ja. Kwam een keer tegen, ook gevraagd. Ja, nee, goede club. En toen, een paar jaar geleden, toen ik hoorde dat ik Parkinson had. Dat weet je misschien niet eens dat ik Parkinson heb. Maar, wel. Ja, oké. Okay. Nou, dus ik kon niet meer sporten. Toen denk ik, nou, dan ga ik eens eventjes naar DVS, ook supporter. Ja. En toen verbaasde mij, god, ze hebben twee keer die award gewonnen. Ja. Goede opleiding. Toen zei ik, kijk, ja, verdomme, maar dat is een. Die Jack van Zandt is een onderwijzer. Ja. Dat is ook logisch, die heeft gevoel voor systematiek. Ja. Daar moet je in de eerste plaats een systeem op zetten. Ja. Dan moet je een methodiek oplossen, dan moeten ze allemaal een beetje volgen. Precies. Wielcurver. Ja. Wil Curver en Johan Cruijff zijn twee. Dat zijn de basisdingen. Ja. Ja. Goed, hij heeft, maar die methodiek moet iedereen beamen. Ja. En dan moet je nog kunnen lesgeven ook, dus didactiek. Dus als je daar een, zoals Jack, een onderwijzer die daar gevoel voor heeft, weet jij zelf als hij mogen. Ja. Ja. Dan, en je hebt dat al 25 jaar, doe je dat. Ja. Dan loopt dat als een speer. En dat is natuurlijk prachtig te zien hoe dat bij DVS loopt. Ja. Nou, goed, ik heb geen echte voetbalkenner, maar ik heb wel een idee wat er omheen moet gebeuren. Ja. Omdat ik dus bij die hockeybond. Want ik zie je ook wel eens bij trainingen, weet je wel, het begin van het seizoen en zo. Dan denk ik, warming up en die dingen wil ik graag zien. Ja. Want ik weet er gewoon, daar gebeuren. Als je dan iets prachtigs van de week, die Virgil van Dijk, die dus daar staat, een prachtige atleet, en die staat daar rustig te zeggen: ik was voor 4-3-3. Ja. Ja? Dan heb je dus met Van Gaal, daar is al discussie over geweest. Heb je wel lef, als je maar dat zegt. Maar daar gaat het om. Van Gaal en hij hebben er al lang over gesproken. Ja. Van Gaal weet dat hij. Heeft hij al lang tegen Van Gaal gezegd. Ja. Maar hij speelt het systeem van Van Gaal. Ja. Daar voegt hij zich in. Ja. Maar hoeft niet te zeggen van ik ben er niet meer. Dat zijn, zulke figuren heb je in een team nodig. Ja. Dat zijn ik ben een beetje met Leo van Dijk ook een beetje discussie. Dat hun denken allemaal nog heel erg voetbaltechnisch. Ja. En dat is 75% van het verhaal. Ja. Maar het andere stukje is gedragswetenschap. Ja, absoluut. Hoe zit een team in elkaar? Ja. En een team er zitten altijd, laten we zeggen, twee figuren bij die leidend zijn. Ja. Die, laten we zeggen, Van Hanegem, Cruijff. Ja. Ja? Toen het fout ging bij Van Gaal, had je de gebroeder De Boer en Edgar Davids. Die waren het niet met elkaar eens. Ja. Er was geen team toen. Ja, klopt. Ja? Ja. Dan als je die twee figuren die leidend zijn voor zijn team. Bij de hockey had je dat ook. Had je in feite Nico Spits had ik net zijn naam genoemd? Maakt niet uit. Die tandarts. Die waren echt de leidende figuren. Ja. Maar je hebt ook een aantal mensen die werken, Neeskes en Wim Jansen. Ja. Ja, wijze van spreken. Ja. Toen de tijd. Nou, dus zo moet je een team samenstellen. Ook gedragswetenschappelijk uit bepaalde types. Ja. En dat mankeert. Als ik naar DVS kijk, er zijn allemaal hele mooie, goede voetballers. Ja. Maar
ik mis wat. Ja. Leiding. Leiderschap. Ja. Waar het team omheen draait. Ja, precies. En die tegen de trainer. Ja. Pinazzi zou dat misschien wel eigenlijk kunnen. Die jongens niet om daar in de naam te noemen. Ja. Ik ken ze daar niet genoeg voor. Ja, ja, ja. En die laatste man, Tarik Everen, de aanvoerder, die heeft dat ook wel in zich. Maar misschien is het toch nog iets te introvert. Hè? Je moet toch een extrovert figuur hebben die zich deponeert en die het met de trainer ook kan vinden. Die trainer, hij moet het. En dan krijg je gesprekken. Je hebt ook jongens die niks zeggen en waar de trainer mee moet praten, maar niet tegen moet praten. Ja. En je hebt ook figuren zoals een, laten we zeggen, Virgil van Dijk. Ja. Daar praat je mee als trainer. Ja. Dan praat je ook tegen in de groep. Dan voelt de groep zo'n wisselwerking. Ja, dat klopt. Dus dat is inderdaad ook een heel interessant gegeven. Ja, en dat, groepsdynamiek is zo belangrijk. Daar ben ik een beetje aan met Leo van Dijk kijken of die gedachtegang een beetje zich kan ontwikkelen. Ja. Dat vind ik wel leuk om dan discussie uit te gaan. Ja, dan voel ik me in DVS thuis. Ja. Net als ik zeg, als ik bij als ik bij DVS kom, dan zeggen ze, wat doe je? Ik zeg, moet je luisteren, als ik daar kom, dan kun je een kaartje komen bij mijn nicht, Ali van Slot. Ja. Dan zit mijn neef, Klaas van Dierenme, die zit geld te tellen achterin. Ja. Dan staat er ingang, dan moet je twee buiken wegdrukken, dan staat Klaas van Slot en Jan Vlijm, ook twee neven van me. Ja, ja. Nou, dus je hebt me eerst, moet je met een half familie langs om binnen te komen. Wat leuk. Nou, dat is prachtig. Ja. En nou, dan Riet, die werkt achter de bar daar. Kok van Slot loopt er rond. Noem maar op. Dus dat zijn nog zoveel familieleden. Ja. En dan nog een hoop jongens die ik vanuit mijn jeugd ken. Ja. Die mij ook kennen. Oh nee, dat is Klaas. Kom gisteren vroeger leuk judo of zo, weet je wel. Ja, dat is toch wel heel erg mooi. Nou, dan voel je thuis. Zelfs in Goes of in Hoek, daar zie ik je wel eens. En dan zeg je tegen vrouwen, hey, ik heb een leuk hotelletje en daar. En dat vind je prachtig. Van, oh leuk. En dan ga jij kijken en dat vind ik leuk. Ja, maar ik, dat is ook weer mijn aard. Als ik iets doe, dan wil ik het ook vrij behoorlijk doen. Ja. Ben ik niet een supporter van een keer, dan wil ik ook voor mezelf daar een goed beeld van vormen. Ja, precies. En er ook iets, dan, als ik het erover heb, dan heb ik een beetje iets van de hoed en de rand. Ja. Dan ben ik niet iemand die zo hoort, ze moeten een leuke wedstrijd spelen. Ja. Nee. Zo is het bij mij ook gegaan. Ik kan niet iets half doen. Ik ben een aantal jaren ben ik weg geweest bij DVS. Ja. Wees tennissen en zo, helemaal los van DVS. Maar vanaf het moment dat ik voor de radio ben gevraagd, toen laaide het vuur weer op. Ja. We hebben hele mooie dingen meegemaakt natuurlijk. Hè. Ja, het best. Dus, ik heb dus eigenlijk een hele tijd gezeild. Ja. Stop met zeilen, even een mooie zee, veel op zee gezeild. Ja. En toen zeiden we, ik weet nog dat we dus langs de kust van bij La Coruña zeilden. Prachtkust, ik zeg tegen hem met z'n tweetjes. Ja. Moet je kijken, wat een mooie kust. En we zien niks van het land, hè. Ja. Ik zeg, altijd met een kust. We kappen ermee. We zouden eerst een wereldreis maken, maar dat had ik al bekeken, dat doe ik niet. We gaan dus het land bekijken. Ja. Nou, mijn vrouw is een enorme wandelaar. Dus we zijn op een gegeven moment naar Nice gefietst. Ja. Mooi, de Napoleonsroute. Ja, ja. Vakantie. Ja. En mijn vrouw, zei, we willen wandelen. Santiago, zei dat begin ik niet aan. Ze hebben met de camper door Noord-Spanje gaan. Nou, dan loop je heel vaak vlak stukken, zo. Ik zeg, maar een mooie route fietsen. Of we wandelen. Ik zeg, dan gaan we de GR5 wandelen. Van Nice naar huis. Dus zijn we in het vliegtuig naar Nice gegaan. En we wandelen naar huis. Nou, dan hebben we de Alpen gedaan. De Jura en de Vogezen. En toen liepen we een jaar of vijf geleden in de Franse Dordenne en toen kon ik ineens niet meer meekomen. Hellinkje, ik ga niet meer. Ja. En toen we naar het thuis kwamen onderzoeken, toen bleken die parkjes om te hebben. Gaat van daarin ook zo. Nou, dan weet je gewoon. Pesticiden. Daar komt het ook vaak. Je kunt in Frankrijk. Heb je ook veel wijn gedronken? Of ik niet heb in Frankrijk natuurlijk. Hè? Als je de voorkomen van Parkinson bekijkt op de kaart van Frankrijk, komt het overeen met de wijngebieden. Ja.
Dus nou, dat is jammer dan. Dus ik kan een aantal dingen niet meer, maar het gaat erom wat je wel kan. Ja, precies. En dus dan denk ik, goed, dan ben ik ook supporter van DVS. Ja, heel goed. Dus, de beste beslissing die er is. Wat? De beste beslissing die je hebt genomen. Ja, nee, daarom. Ja. En je kunt, ik heb zat klachten, maar ik heb niks te klagen. Mooi, hartstikke goed. Top. Ik, Klaas, bedankt. Het is voorbij. Man, dit is TV. Een half uur. Het is ongelooflijk. Ja. Heb ik met anderen niet eens gehaald. Maar al die verhalen van jou, fantastisch. Ja, hey, bedankt. Ook. Wij zien elkaar vanmiddag. Vanmiddag. DVS Dovo. Ja, punten halen. Hartstikke idee. Punten pakken. Als team presteren. Juist. Juist. Team maken. Teamvorming. Juist. Hey, bedankt. Mooie jassen er hangt wel. Ik vond het heel leuk. Ja, maar ik wacht wel even. Nou. Hartstikke goed. De oude moet er even uit. Dat kan die nog wel. En kracht heb je ook nog in je handen. Nou, dat heb ik laatst nog een keer gevoeld. Dat denken ze, is niet waar. Dat is de wijze hoe je aanpakt. Ja, ja. Niet de kracht. De judo en eigen. Ja, precies. Hey Klaas. Houdoe, hè. Bedankt. Hey. Tot zo. Ja, ja. Dit is toch fantastisch. Wat een verhaal. Oh man, en zoveel verbindingen met die families allemaal bij elkaar. Het is niet te geloven.